Geersing is een intellectuele ijzervreter met wie ik wel eens een avondje zou willen doorzakken. In glasheldere taal legde hij uit wat er precies mis is met het omroepenstel. Ik ben blij met het voorbeeld dat hij gaf over de schandalige zelfpromotie van schrijver David Vrijbroek bij de NPO. Veel politiek correcter dan deze bel vind je ze niet. De linkse kerk was een paar jaar geleden in shock nadat Vrijbroek het slachtoffer was geworden van een carjacking in Brussel, vlak bij zijn studio. Zijn relaas op zijn Facebook wandje. Las als een thriller. Vier gemaskerde jonge mannen. Auto gejat. iPad kwijt. Klappen gekregen. In de kofferbak gegooid worden. Politie. Line-up. Spiegelglas. Weten dat we nog leven. Dit broze leven. In deze wenende stad. Van Rijbroek schrijft dat hij vooral kwaad op zichzelf is. Had ik niet beter kunnen reageren? Ik probeerde nog een gesprek met de knul aan te knopen. Een mooi voorbeeld van het Stockholm-syndroom. Geen woord over de etniciteit van de daders. Vinnen dus. Ik ken die buurt, Kuregem op mijn duimpje. De wijk wordt geterroriseerd door Marokkaanse salafisten, drugsdealers en junkies. Hier ga je als blanke deugkneus enkel wonen vanwege de lage huren en een onwrikbaar geloof in de multiculturele samenleving.